Mijn naam is Wiep Scheper. Ik werk op het Amsterdam UMC aan de Vrije Universiteit. Mijn onderzoeksgroep onderzoekt wat het mechanisme is waardoor cellen kapot gaan in de hersenen van mensen met de ziekte van Alzheimer. Onze wetenschapscommunicatieactiviteiten die richten zich op verschillende doelgroepen. Dat zijn wetenschappers, maar ook vooral mensen die de ziekte zelf hebben of de mensen die met hun te maken hebben. En dat doen we door lezingen en door films en hopelijk binnenkort ook door middel van een online game. Die game komt heel direct uit ons meest recente onderzoek, waarin we in een kweekschaaltje hebben nagebootst wat er in de hersenen van patiënten met de ziekte van Alzheimer gebeurt. Daar hebben we gezien dat als zenuwcellen klontjes hebben van een bepaald eiwit, wat gebeurt ook in de hersenen van patiënten, dat ze signalen uit gaan zenden naar andere hersencellen. En dat zijn helpercellen. Die cellen die raken daardoor een beetje gestrest. En dat is natuurlijk niet goed voor de hulpfunctie van deze cellen. Een belangrijk doel daarbij is ook dat we willen laten zien, ja, je kunt heel veel hebben, maar als die helperfunctie wegvalt, ja, dan gaat het echt mis. En dat is iets, een analogie die we door willen trekken naar de mantelzorgers. Want de mantelzorgers zijn zo belangrijk voor deze patiëntengroep. En als de hulp van de mantelzorger wegvalt, dan gaat het vaak echt mis met de patiënten. Dus we willen de mantelzorgers ook in het zonnetje zetten hiermee. De toekenning van het fonds is ontzettend leuk. Het is een grote waardering voor onze activiteiten. Het belangrijkste is dat we nu ook wat extra geld hebben om iets extra's te kunnen doen. En daar kunnen we dus bijvoorbeeld die game mee maken. Dat kunnen we niet zonder extra fonds doen. Dus we kunnen onze communicatieactiviteiten alleen maar nog beter maken met die extra bijdrage van het fonds. En daar zijn we ontzettend blij mee. Ik ben zelf een fundamenteel wetenschapper. Ik kijk naar moleculen, ik kijk naar cellen. En vaak doen mensen zeggen, ja, dat is veel te moeilijk. Dat kun je niet uitleggen aan mensen die niet wetenschappelijk geschoold zijn. Ik vind dat totale onzin. En ik durf zelfs te zeggen dat je moet het proberen uit te leggen. Als jij het kunt uitleggen aan mensen die daar niet voor opgeleid zijn, dan kom je zelf tot de kern van je eigen onderzoek en wat daar belangrijk aan is. Kun je het niet uitleggen? Misschien is het ook niet belangrijk. Wetenschapscommunicatie is voor het specifieke onderzoek heel erg belangrijk, vind ik. Wij willen laten weten aan de mensen die deze ziekte hebben en de mensen om hen heen, dat we heel hard bezig zijn en dat we proberen een oplossing te vinden. Dat is erg belangrijk om zo'n hoopvolle boodschap ook uit te dragen. We laten ze niet in de steek.